Friso kon heel direct zijn en een uitgesproken mening hebben. En hoe vertrouwder zijn omgeving, ik denk nu ook aan die mannengemeenschap van het gezin waarin hij opgroeide, hoe meer onomwonden en direct hij zijn kon, wetend dat je elkaar nooit zou laten vallen. Daar kon hij zichzelf zijn, zelfverzekerd, uitdagend, cynisch soms, de armen over elkaar in een houding van kom maar op. Maar zo kenden, zei Mabel, zijn buitenlandse vrienden hem niet. Daar was hij vrijer, opener, durfde hij zijn emoties meer te laten zien. Want die waren er, gesloten als hij soms kon lijken, daaronder wel degelijk. Zo hebben ook zijn broers hem overigens leren kennen, met name, zo zei een van u, na de dood van uw vader. Sindsdien liet hij veel meer ruimte aan zijn gevoelens. Zijn vader, op wie hij bijzonder betrokken was en een vertrouwde band mee had, met wie hij hele weekends golfde. Een vader die datzelfde onafhankelijke had, wat hij ook in Friso herkende. De komst van jullie, Luana en Zaria, zo zei jullie het, heeft Friso echt veranderd. Zoals hij van jullie kon genieten en van alles met jullie doen.